Dus er ligt een grote kaart van het stadsdeel op de tafel. Daar zijn een aantal sites op aangegeven die volgens ons belangrijk zijn voor Kortrijk. En waar we graag van jullie horen, klopt dat wel of zitten we er volledig naast? Nu, we verzamelen hier drie mensen zijn blijven zitten. Die het eigenlijk deze daar, die het over werken hebben gehad. De drie mensen van landschap en drie mensen rond nabijheid en mobiliteit worden nu gegroepeerd rond die ene site. Ook daar, wat we nu op het menu staan hebben, zijn een aantal cruciale plekken, interessante sites voor Kortrijk, die al naar voren geschoven worden door combinatie van het studiewerk en de prioriteiten van de stad. Maar er is zeker aan vast plaats voor uw ideeën als u in het lijstje de interessante plekken niet herkent. In Noord, de noordelijke cluster. We spreken over dit deel. In principe hebt u allemaal dat kaartje al gezien en meegebracht. En de cluster heeft eigenlijk een indruk van redelijk volgebouwd te zijn, maar toch zien we dan daar nog, dus langs de wegen observeert, is eigenlijk alles volgebouwd, maar toch zitten daar nog hele grote stukken groene ruimte in. Het zou kunnen zijn dat dat een kwaliteit is die we zouden moeten beter in de verf kunnen zetten en waar rond dat we bepaalde uitdagingen beter kunnen aanpakken. Hier worden nu de sites aangeduid, dus de lettertje hebben allemaal een lettertje, A, B, C, D, E, F, G, die allemaal potentieel versterkend kunnen zijn voor dit stadsdeel. Ik ga ze even kort met u situeren, dan kunt u zich daar iets bij voorstellen. De site van de Meesteren, van de industriële site, ook omgeven door nog andere industriële panden. Waar rond dat eigenlijk relatief veel wonen ligt, dus relatief goed georganiseerd en ook een groene cluster. De Meewafsite, opnieuw een interessante cluster van bedrijvigheid, eigenlijk omgeven door woonontwikkeling, met nog een aantal groene pockets. De groene pockets Stadsgroen Genning en Hoeve Arnhemgoed. Wat kunnen we daarmee aanvangen binnen de verschillende stadsbeelden? Dan het technisch begrip reservatiestrook. We hebben er voor u twee in de aanbieding. Dat zijn namelijk stukken stad die eigenlijk vrijgehouden worden voor het eventueel aanleggen van nieuwe infrastructuur. Op een bepaald moment wordt dat wel of niet meer relevant. En dat zijn effectief soms wel nog zeer strategische sites om bepaalde ontwikkelingen op te projecteren. En die we van oordeel is dat die zware infrastructuur daar niet meer nodig is. Zo zijn er twee geïdentificeerd in die noordelijke cluster, waar je weliswaar zeker aan vast op kan inzetten op vormen van mobiliteit, al dan niet gecombineerd met andere ontwikkelingen. En tenslotte de omgeving van de Eulenbeek. Een prachtige beekvallei die eigenlijk een beetje verstopt is achter woonontwikkelingen en achter bedrijvigheid, waarvan we het potentieel zien om effectief veel meer een binnenkant van de stad te worden, een plek waar rond zich dingen manifesteren die ook profiteren van die kwaliteit van die Eulenbeek als een soort van drager van ontwikkelingen. Ten slotte, het sportcentrum en het typische Wembley is ook aangegeven als een site met ontwikkelingspotentieel binnen de vooropgestelde thema's. Voilà, de doelstelling van deze sessie is heel eenvoudig. U gaat A per 3 hebt u een aantal sites wellicht in het hoofd waar dat zijn het stadsbeeld dat u hebt bediscussieerd het best kan manifesteren. Gooi er een aantal op tafel en kijk of je tot een complementair verhaal kan komen voor die volledige Noordcluster. Wat kunnen we waar gaan doen? Wat moeten we waar versterken? En op welke sites moet de stad prioritair gaan inzetten?
Zijn dat de ziektes die zijn opgegeven, dan vindt u ze maar aan en geeft ze een bepaalde toekomst of bestemming. Zijn het andere ziektes, dan vult u onderaan aan op de fiche. Voilà, ik ga dan ook binnen een half